knie van de rechtse bocht die gaat uit. Het begin van de voorhand. Bocht 1. Rustig in. 2-3 rondjes even lekker warm worden. Ga dan aanzetten. Wilco, je moest een paar dagen missen van je eigen speedweek, maar je hebt wel een hele succesvolle test achter de rug, hè, met je nieuwe team. Ja, dat is inderdaad een beetje een dubbel gevoel, maar ja, dat ik hier niet bij kon zijn de eerste twee dagen is natuurlijk jammer, maar ja, goed, als je van functie verandert, dan ja, moet je toch op een gegeven moment kiezen en kon het als teammanager zijn niet maken om ja, bij zo'n officiële test niet aanwezig te zijn. Maar ik ja, begrip van alle kanten en ik heb uiteraard ook ja, wel mijn excuus aangeboden. Ik bedoel, als je op de speedway komt, dan verwacht je ook dat ik erbij ben. Maar ja, goed, iedereen snapt dat, dat dingen lopen in de GP-wereld ja, die niet te voorspellen zijn. Dus ja, de test ging inderdaad hartstikke goed boven verwachting. Dus Morbidelli op de zesde plek en Quartararo op de twaalfde plek. Ja, tussen die mannen in is dat gewoon geweldig. Zeker als satellietteam zijnde die eigenlijk net op ja, een blauwe maandag zeg maar begint. Dus helemaal tevreden wat dan gaat. En ja, hier eigenlijk ja, loopt het ook prima. We hebben mooi weer, we hebben een hoop kunnen rijden vandaag. Een hoop geleerd. Toch ook wel wat schuivertjes gehad de eerste twee dagen. Met name door ja, een beetje concentratiegebrek en misschien overenthousiasme. Maar gelukkig geen grote stukken en gekke dingen. Dus ik heb een hoop ja, tevreden gezichten gezien. En ja, daar doen we natuurlijk uiteindelijk allemaal voor. Deel 1 zit erop. We gaan nu afscheid van Almeria nemen en naar het vernieuwde Andalusië. Heb je er zin in? Ja, inderdaad. Nieuwe banen is altijd een uitdaging. En ja, dat brengt toch wat extra's met zich mee. Zeker als je ziet ook dat een hoop mensen hier nog niet geweest waren. Maar na drie dagen weten ze een beetje de weg. En dan kan je ze eigenlijk een beetje de vrijheid geven om lekker te gaan rijden. Maar dan ga je toch weer naar een andere baan waar je eigenlijk wel weer opnieuw moet beginnen. Maar ik denk het voordeel ja, van zo'n nieuwe baan leren kennen, die is zo gigantisch dat je ja, daar in je hele ja, verdere circuitdagen toekomst of race toekomst, heb je daar gewoon een voordeel van. Oké, dankjewel. Tijd voor een bakertje. Tijd voor een bakertje, inderdaad. Wacht.